sinds ik jou ken, geloof ik niet meer in het fenomeen heteroman. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik ben vandaag met Rick en wij gaan vandaag weer lekker eten. We hebben besteld bij Magoya. En we hebben allebei, noedels. Ik heb met garnalen, je hebt met tofu. En we hebben nog wat hapjes. Ik denk dat, oh ja, want we hebben wel borden, maar wow, dit heeft lopen zweten. Het is lekker. Oh, ik heb zo'n Weet je, ik denk dat ik het gewoon zo doe. Lekker. Ja, waarom niet? Ja, beter. Ja, is beter. Oké, dus ik heb noedels met garnalen. En ik heb noedels met tofu en groentjes. Ja, heerlijk, de peerni. En dan hebben we nog turkoolslaan. Twee garnalen met chili saus. Zijn dit dingen? Wat zijn dit? Ja, dit zijn de gyoza's. Oh ja, dat vind ik ook. Met saus. Met saus. En dan hebben we nog edamame. Edamame. Puntjes. Hoe eet je eigenlijk die bonen? De binnenkant, zo. En de schil kon je weg. Dus ik eet alleen binnenstaan. Maar heel vaak denken mensen dus dat van mijn mukbangs dat ik het of niet helemaal eruit haal, omdat ik het, ja, je kan het natuurlijk nooit echt laten zien. Ik wil ook proberen. Sommigen zeggen dat je schil wel moet opeten. Maar je moet alleen de nesten opeten. Soms een beetje zout erin doen. Ja, dat is echt leuk. Zo. Oh, heerlijk hoor. Nou, eet smaak. Wil je met stokjes eten of met vorkje? Want jij hebt net een vork, toch? Ik heb met stokjes eten altijd wel gezellig. Ik ga het proberen, ja. Heb je nog nooit met stokjes gegeten? Oh, je eet natuurlijk geen sushi. Heb je... Ja, goed zo. Je sport toch? Ja. Eerste hapje. Ik ben heel benieuwd. Doen we die tegelijk? Wat ben jij professioneel met die stokjes? Lieverd, ik doe niks anders. Nee, dat is ook zo. Ja, ik moet echt ooit sushi gaan. Je hebt toch nog niet opgestoken? Gespiesd. Oké, dit is leuk voor de thumbnail als we dit zo vasthouden. Als het lukt. Ja, top. Nee, dat is te weinig, ja. Even wat minder voor mijn happy hoor. Ja, het is wel echt lekker deze. Dat hadden we de vorige keer toch ook, toen? Ja. Wow, ik vind het wel iets minder smaak dan de vorige keer of zo. Wat minder smaak? Ik mis een beetje... Ja, ik mis kruiden. Ja. Oh, kijk, we hebben dit wel, sambal. En wil je anders sojasaus eroverheen? Ja, heb je dat? Mm-hmm. Ja, ik mis iets van kruiden of zo inderdaad. Ik mis iets. Echt mijn stoel, die geluiden. Kijk, ik heb sojasaus, maar ik heb ook sriracha. Maar die is heel spicy, of niet? Ja, het is op zich wel spicy, maar het is wel lekker hoor. Ik denk dat ik een mengeltje ga maken. Lekker. Oh my god, eindelijk ben je weer bij... Nou, eindelijk. Trouwens, dat is helemaal niet zo lang geleden. Toen gingen we opruimen. Ja, nou, dat is al wel weer een tijdje geleden hoor. Toen had ik voor mij nog een dikke trui aan. Ja. Hoe heet is deze? Oeh, ja. Je moet het eerst even proeven, denk ik hoor. Oh ja, ik ruik het al. De hitte. Bij mij echt nooit genoeg sojasaus. Nou, moet je ook? Ja, zus. Zo? Ja, is prima. Okay. Ik heb ook al die gekkigheid erover. Okay. Oh, wat lekker. Oh, ik heb hier zo'n zin in. Hoe kunnen mensen zo eten? Kijk. Ja, lieverd. Ja. Maar heb je ooit, want ik zei dus tegen Ricky van laten we het mukbang gaan filmen. Zei hij, geen sushi, echt in hoofdletters. Maar heb je het ooit geprobeerd überhaupt? Jawel, maar toen vond ik dus echt niet lekker. Mm. Maar misschien dat ik het gewoon een keer weer moet proberen. Maar wat voor sushi was dat wat je had geprobeerd? Ik heb geen idee. Wanneer? Echt 6 jaar geleden of zo. Bij de Wok. Ja. Ik vind wel dat je dat binnenkort weer moet proberen. Mm. Ja, weet je wat, het is soms zo zoutig. Gewoon echt alsof ik een hap zeewater neem. Snap je? Dat vind ik gewoon niet heel fijn. Misschien lust dan geen zeewier. Nee, dat vind ik ook niet lekker. Want dat heb ik wel eens op mijn pokeball gehad. En ja. Dacht ik ook van nee, dat smaakt gewoon naar zee. Nou, ik moet zeggen, die zeewier die om zo'n sushi zit, dat vind ik wel lekker. Maar zo'n zeewier wat ze inderdaad in een pokeball doen, dat vind ik ook niet lekker. Mm. Die groene zeewier. Ja, die van die sliertjes. Ja, Nee. Ik dacht, ik probeer dat een keer bij zo'n pokeball, want dat zag er wel heel leuk uit. Ja, ik dacht, wel. Nou laat ik eens tropisch doen. Ik had op Instagram dus gezegd dat jij weer in een video zou komen. Mm-hmm. En toen zei dus iemand, ik
kijk echt altijd die Pizza Mug Bang op repeat. En of jij, en ik had wel ook een paar mensen die zeiden, heb je niet meer van die datevragen omdat die vorige vraag zo hilarisch was? Oh ja, dat dateverhaal. Mm-hmm. Ja, sowieso elke date eindigt in één grote tragedie. Ja, zeg maar, als je denkt dat jouw dateleven vervelend is. Mijn leven, gewoon mijn, überhaupt mijn leven. Nee, vooral mijn dateleven, dat is echt... Nee. Maar ik denk dat was wel echt het meest awkward ever. Dat was wel het meest traumatisch. Ja, ja. Maar soms is er ook echt geen... Hoe heet dat? Geen touw om vast te knopen met jou, want ik weet wel, wij waren een borreltje aan het doen. Jij zei nee, ik ga naar huis, ik ben moe. En de volgende dag is het, ja, ik was trouwens nog met iemand geweest. Ja. Onderweg naar huis komt hij ze tegen. Ja, dat gaat gewoon heel random. Volgens mij hadden we toen een keer Badoo of zo gedownload. Wat is dat ook alweer? Badoo? Nou, dat is ook echt zo'n soort Tinder-achtig, maar daar hoef je niet te swipen, zeg maar. Dus iedereen kan jou gewoon aanspreken. Maar dat toch? Is toch bij, met Grindr net zo? Mm-hmm. Is wel gewoon een open catalogus. Dat is echt een catalogus. Een Grindr is een hele andere wereld. Maar goed, nope. Ik heb nog geen verstand van, dus vertel. Grindr is gewoon een en al vlees. Ja, dat is het overal, maar... Op Grindr zetten ze ook wel expliciete foto's, toch? Ja, daar is het heel normaal dat je in plaats van een hey of een hoi of een alles goed, krijg je gewoon als eerste een pic toegestuurd. Mm-hmm. En dan is het allemaal leuk en aardig, maar heb je ook een profielfoto? 9 van de 10 keer krijg je die dan niet. Maar hebben ze dan anonieme profielen of zo? Ja, bijna iedereen heeft een anoniem profiel. Nee joh. Ja. Maar wat erg, dus ze zijn niet echt op zoek naar de liefde, of wel? Nee. Denk ik niet, nee, als je alleen een foto van een piemel stuurt. Oh my god, ja. En het is wat me ook heel vaak opvalt. Ik bedoel, prima, wat iedereen doet is een vrije tijd. I don't mind. Maar dan hebben ze gewoon een vriendin. Oh. En dan zitten ze erop en dan van, ja, ik doe het er gewoon even bij en ik ben gewoon hetero. Mm. Prima, alles leuk en aardig, maar ik wil niet diegene zijn die tussen jou en je vriendin komt in te staan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, sinds ik jou ken, geloof ik niet meer in het fenomeen heteroman. Nee, dat snap ik. Dat geloof ik echt niet meer. Maar nog steeds val ik wel op heteromannen. Dus alle heteromannen die kijken... Dat kan niet. James Charles is zo gecanceld, hè, door wat jij nu zegt. Ja, dat is ook waar. Dat is ook zo. Maar goed, ik zou jou niet cancelen. Dan ben ik toch al. Ben al gecanceld. Oh my god. Nou ja, weet je, het is wel gewoon, want je hebt meer verteld over hoe ze dan met jou omgaan en wat ze dan tegen jou zeggen. Ik geloof niet dat ze hetero zijn. Zo simpel is het. Nee, ik weet het ook niet. Maar ja, weet je, ik wil er ook geen labeltje op plakken, weet je. Ik vind het prima wat iedereen doet. Mm-hmm. Maar volgens mij liegen de meesten inderdaad als ze dan zeggen van nee, ik ben echt hetero. Voor mij lieg je dan gewoon jezelf voor. Ja. Dat denk ik wel hoor. Wow, is te veel dingetje in gedaan. Ging zo gretig. Ik weet niet wat het is met mannen. Nee, maar dat weet ik ook niet. Als ik jouw verhalen soms hoor, denk ik ook van ja. Ja, want jij had zo'n fantasiewereld over hetero's dat het bij ons echt wel goed ging. En zo'n fantasiewereld had ik dus over de homo-wereld. Ik dacht het gaat daar goed. Nee. Nee. En nee, dit is gewoon aan de mens überhaupt. Nou, weet je wat het is? Ik dacht echt bij hetero's van... Nou, daar kun je een stabiele relatie hebben. Tuurlijk heb je ook altijd rotte vissen tussen zitten, rotte appels. Mm-hmm. Maar bij homo's zijn dan, of in de homo-wereld, lijkt het wel alsof alleen maar mensen willen. Oké. Snap je? En alles... gaan we dus niet meer zeggen. Mag dat niet? Nee. Oh. Dus we gaan even gemeen. Speciaal knuffelen. Speciaal knuffelen, ja. Het lijkt dus alleen op mensen daar willen speciaal knuffelen. Ja. Geen zin in. Nee, dat snap ik. Op een gegeven moment ben ik wel klaar mee. En dan nu ook, weet je, met het mooie weer, dan denk je wel eens van, oh, het lijkt me ook best wel leuk om gewoon met iemand een drankje te doen, ergens een ijsje te eten. Ja. Gewoon het burgerlijke, zeg maar. Ja. Hetzelfde wat je hebt bijvoorbeeld in de, met kerst, dat je denkt van, oh, het lijkt me zo leuk om dan cadeautjes te gaan shoppen samen of voor elkaar. Snap je gewoon dat... Echt dat kneuterige, Dat is eigenlijk zo oneerlijk. Want ik heb daar inderdaad nooit bij stilgestaan. Maar ik was natuurlijk ook 6 jaar getrouwd. Ja, maar ja, dat zou je ook wel hebben denk ik nu je single bent. In mijn single periode heb ik denk ik meer hekel gekregen aan mannen. Ja, snap ik ook wel weer. En mijn maar jij valt ook op de verkeerde mannen denk ik hoor. Ja, maar en soms ook weer niet hoor. Sommigen zijn echt heel lief, maar dan willen ze niet. Ja, maar ik heb ook altijd wel iets, ik val gewoon op die verkeerde mannen. Dat is ook het probleem bij mij. Ik val gewoon als ik denk van oeh, dat it's the bad boy, dan denk ik, oh ja, ik wil alleen nog maar één relatie, dat is met mezelf.
Die is ook het beste. Mm. Daar heb ik het meeste aan, letterlijk. Mm. Maar het is wel kut. Als iedereen om je heen, die wil gewoon even een drankje doen. En die hebben allemaal een relatie. En die gaan allemaal gezellig met hun scharrel of met hun vriend of hun vriendin lekker uit. Ja. En lekker terrasje doen. En dan zit jij echt zo van, ja, ja, moet ik mijn hond meenemen terras? Ook kan wel, maar... Kan wel, maar ik zou absoluut niet meenemen. Mm. Maar ik wou net zeggen, heel weinig in mijn omgeving hebben we een relatie, hoor. Ja, nou, helemaal niet, toch heel veel wel. Nee, alleen Anna. Ja, ja, oké, okay, maar ja. Jij ook. Ik niet. Ik heb geen relatie. Nou ja, je bent wel altijd op aan het scharrelen. Ja, wel wel. Ja. Maar weet je wat ik gewoon heb? Ik heb gewoon geen zin meer om energie in iemand te... Ik wil echt wel energie en moeite in iemand steken. Maar niet als het op niks uitloopt. Dan heb ik zoiets van, dat vind ik verspilde energie. Klopt. Vind ik zonde. Dat had ik beter in mezelf kunnen steken. Ja, snap je? 1000%. Maar daarom ben ik nu ook... Of althans, ik ben altijd duidelijk geweest naar mannen toe. Maar ik date niet heel lang. Dus ik ga niet... Soms hoor je van, oh, ik heb... 10 maanden gescharreld en toen blablabla, toch geen relatie. Of, maar 10 maanden scharrelen, dan denk ik ook van jeetje. Ja, wat doe je jezelf aan? Nou, dat inderdaad. Dat zou ik nooit doen. Heel leuk hoor, die stokjes, maar ik vind het wel moeilijk. Moet je een vork? Nee, ik wil geen vork. Nee, dan ben ik echt zo'n Nederlander. Moet ik het even voorstellen? Moet je een lepel? Een lepel wil ik. Als jij dat dan zegt, dan ik kan me heel goed voorstellen. Natuurlijk zou niet iedereen dat hebben, maar... Andere mensen die op Grindr zitten of op Tinder of whatever, homo's dan. Mm-hmm. Die datzelfde gevoel toch moeten hebben. Ja, dat zou ook wel, maar weet je, dan zijn het... Ja, ik vind ook niet snel iemand leuk. Snap je wat het is? Ik weet niet, ik ben gewoon een heel moeilijk persoon, denk ik. Als je een relatie zou hebben, mm-hmm. Waar moet je dan aan voldoen? Veel geld? Nee. Veel geld? Oud? Nee. Ik val echt op hele mannelijke mannen. Humor? Mm-hmm. Trouw? Mm-hmm. Ja, meer moet ik gewoon niet eisen, want het is dan niet eens haalbaar. Ik wou nu zeggen, want dit is... Dit is al echt de max. De lab ligt onder de grond, hè, voor mannen. Daarom, dit is al echt veel te hoog gegrepen. Veel te hoog. Om even bij liefde te blijven. Iemand die vraagt om advies. Hoe ga je om met onbeantwoorde liefde? Verliefd op beste vriend, maar het is niet wederzijds. Ja, weet je, liefde kun je niet forceren, hoe kut het ook is. En ik denk dat je het zelf alleen maar heel erg lastig maakt als je jezelf continu confronteert. Met diegene. Mm-hmm. Weet je, misschien dat je dan op dat moment gewoon eerst even afstand moet doen. Mm-hmm. Om juist weer even tot een realisatie te komen van oké, dit wordt hem niet, dit is niks. Mm-hmm. Voordat je met iemand weer bevriend kan zijn, denk ik. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Want, toch? Ja, anders ga je toch die valse hoop houden. Kabaal in de strotten. Kijk, het is het of het is ze niet, ben ik wel van mening. Ja, klopt. Ik heb niet zoiets van, oh, het kan groeien. Want maar ik zou al lang blij zijn dat iemand dan mij gewoon afwijst in plaats van zegt, nou, laten we het proberen en dan kijken we wel. Dan loopt het helemaal mijn steen kapot. Echt, oh mijn god. Gewoon meteen. Dus, en de hele vriendschap is kapot en je krijgt nog een steek in je rug. Bijna. Mm-hmm. Letterlijk. Dus ja, hoe ga je ermee om? Net als met een hartbreuk, denk ik. Ja, afstand nemen. Afstand nemen. Afleiding. Tijd nemen. Afleiden. Selfcare. Dat inderdaad. Rebound. Ja, steek de energie die je in hem wou steken mooi in jezelf. Oké, okay, en ik zag ook een vraag. Ja. Met wat vinden wij elkaars beste eigenschappen? Hebben die TOEFL al geproefd eigenlijk? Ja, is wel lekker, maar... Maar? Mag ik ook eens proeven? Ja, proef maar. Het is een beetje te zacht en niet goed gekruid. Oh ja, ik snap wat je zegt. Een beetje een sponsje. Ja. Snap je het niet echt met twee? Maar we vonden het allebei toch een beetje vagie-vagie, die smaak. Ja, ik weet niet. Het was beter de vorige keer. Ja. Ik kan het ook echt niet zelf maken, hoor, tofu. Ik heb het nog nooit zelf gemaakt. Nou, ik zou niet weten, dat moet een mislukt geheid. En dit mislukt ook geheid. Want je ziet ook heel vaak dat ze dan zo'n gewicht op die tofu leggen. Ik word toch helemaal niet goed. Ja. Wil je een vork, schat? Nee. Ja, maar tofu, voor mij moet je het eerst heel erg goed lekken of zo, toch? Helemaal uitdrukken dat alle vochten uit veel is. Veel te veel werk. Geen zin in. Ik ook niet. Ik vind hem gewoon trommel altijd wel veel werk. Wacht, waar hadden we het nou over? Goede eigenschap. Oh ja, wat vinden we elkaar als goede eigenschap? Nou, jij zat altijd voor een ander klaar. Ja? Toen ik laatst zo doodziek was dat ik naar het ziekenhuis moest, omdat ik weet ik veel een of andere vage griep had. Wow, jij was ziek. Ja, ik had echt 41 graden koorts en ik moest naar de spoeddienst en ik had gewoon... Ik had geen auto en ik kon ook niet op de fiets daarheen, want het was echt aan de andere kant van de stad en ik kon helemaal niks. Mm-hmm. Ik viel steeds half flauw.
En toen kwam je ook echt midden in de nacht, heb je een auto gehuurd om me op te halen. Met 6 mondkapjes op. Ik was echt bang. Ik dacht, ik wil niet ziek worden. Hij zat een week later, ik heb corona! Maar ik had geen corona. Ja, dus het was niet van mij. Nee, en ik vind dat nog steeds zo raar. Ik heb hier zoveel soorthuis. Maar ik vind het nog steeds zo raar wat je dan wel had. En ik denk gewoon een of andere vage vogelgriep. Ja. Ik heb geen idee, maar ik was echt super ziek. Ja, jij staat echt altijd voor iemand anders klaar. Ook als ik zeg van, oh, ik voel me echt kut. Of ik heb het even gehad, dan ben je altijd van, oh kom, laten we afspreken, laten we een drankje doen, laten we een wijntje doen of iets. Ja. Ja, maar je bent altijd voor anderen klaar. Is dat een eigenschap? Ja, toch? Ja, denk ik wel. Ja, toch? Maar jij staat ook altijd voor anderen klaar. Ja, true. Jij komt mijn muren verven. Mijn kasten opruimen. Dat is waar. Gordijnen ophangen die nog steeds hangen. I mean, oh my god. Ja, klopt ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Wel een succesje. Niet verwacht dat het gelukt was. Oh ja. Dus ja. Dat is ook meteen een goede eigenschap voor jou. Maar ik vind je ook heel grappig. Is dat zo? Ja. Is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Nou, wat leuk om te horen dat tenminste iemand mij nog grappig vindt. Ach, dat hoor je sowieso wel van iedereen. Niet? Jawel. Maar ik ben gewoon heel sarcastisch met alles. Ja, klopt. Maar dat vinden mensen toch wel grappig. Tenminste, ik hou wel van sarcasme. Mijn humor moet je houden. Daar hou je van of dat haat je. Ik heb ook wel echt mensen die dat gewoon echt niet kunnen waarderen. Mm-hmm. Die vinden dat ik echt zwarte humor heb of te ver ga. Maar bij mij moet je echt alles met een korreltje zout nemen wat ik zeg. Ja, die gyoza zijn ook lekker, hè? Ik weet niet wat erin zit, maar het is wel lekker. Ja, ik weet ook niet wat erin zit, moet ik zeggen. En dan van de prutje. Lijkt wel een kroket. Aziatische kroket is dat. Een Aziatische kroket. We love it. We love it. Mm-mm. Dat is echt een belediging. Nee, gyoza zijn echt lekker. Nee, ze zijn echt ja. Wat vinden we dan slechtste eigenschap? Straks met Lucy uit elkaar. Ja, echt. Ik sla je hersens in een eigen. Jij kan niet alleen zijn. Nee, zonder man bedoel je? Of überhaupt niet? Ja, wel echt zonder man. Ja, ik heb wel altijd. Ik heb altijd het idee dat jij altijd wel iets om handen moet hebben. Ja, dat zou wel kunnen hoor. Ja. Toch? Ja, het is. Maar je hebt dan ook echt een periode gehad, dan ging je van scharrel naar scharrel. Ja, ik was toen hartstikke de weg kwijt, schat. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ja, dan nam je ook niks van ons aan. Als we zeiden van nee, dit is geen goede jongen voor jou. Ja, want ik had er toch geen toekomstplannen meer. Als je er geen toekomstplannen meer hebt, wil niet meteen zeggen dat hij in je leven welkom is. Want dan heeft hij ook een negatieve energie in je leven. Snap je wat ik bedoel? Oh, zo dan. Als je al niet goed voelt en je hebt dan ook iemand die niet goed bij je past of niet goed voor je is, dan niet echt een goede match. Nee, klopt. Maar ik had in die tijd sowieso met niemand ook maar enige serieuze bedoeling. Ja, oké, true. Maar is het waar dat je moeilijk alleen kan zijn? Ik had überhaupt moeilijk alleen zijn. In de zin van, vooral vorig jaar hoor. Dit jaar is het echt stukken beter. Daarom was ik zo zenuwachtig dat mijn huisgenoot eruit ging. Ja, hoe bevalt dat nu je alleen bent? Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb het echt helemaal top. Je hebt het wel leuk voor elkaar. Eigen kantoortje nu. Klopt, daar ben ik wel heel blij mee. En niet overal meer je make-up en je zooi. Nee, klopt, wel een beetje. Ik had wel even gegluurd, net om het hoekje. Toen dacht ik van, ja, maar dat is hoe ik werk. Als het voor jou werkt, meid, moet je het lekker doen. Heb jij dat niet? Kijk, jij woont natuurlijk ook alleen. Ja. Als je jezelf niet naar buiten forceert. Ga je niet naar buiten dan? Dan ga je niks doen. Je moet met mensen afspreken om iets te gaan doen. True, maar ik ben ook wel echt. Ik vind het heerlijk om in huis te rommelen. Of lekker met mezelf een filmpje te gaan kijken. Ik vind het echt super ontspannend om alleen een horrorfilm te kijken. Echt, mensen denken dat ik ziek ben als ik dat zeg. Vind je dat echt? Ja, vind ik heel leuk. Maar krijg je nog mee? Nee. Nee, ik heb echt bijna alle horrorfilms wel gezien. Ik ben echt, ja, ik ben echt een horrorfan. Dat is niet normaal hoor. I know, ik ben echt ziek. Nee, maar ik vind dat heel ontspannend of zo. Oh? Ja, het is dan wel dat ik in bed lig en als er dan iets valt, dat ik denk van. Ja. Oké. Maar ik vind het wel heel erg. Ik vind het ook wel heel fijn om lekker alleen te zijn. En ik heb natuurlijk mijn hond, hè, dus ik kom er sowieso wel uit. Ik kan moeilijk haar de hele dag alleen laten, dan zoek het uit. Nee, oké, dat snap ik wel. Maar. Ja, ik merk gewoon dat ik dat. Ik kan dat niet een paar dagen in de week. Nee? Nou, ik merk wel dat ik dan heel depressief word. Dat. Als ik een paar dagen niet uit ben geweest. Ja. Of gewoon, niet iets heb ondernomen. Klopt. Dan wordt de stap om weer wat te ondernemen voor mij ook echt heel groot. Klopt. Dat heb ik ook wel bij jou gemerkt. Ja. Dat je inderdaad. Je hebt altijd wel zin om iets te doen. Mm. Maar dan.
toch ook weer niet. Ja, ik bedenk altijd een excuus. Dus dat zou jouw slechte eigenschap zijn. Ja, ik wil altijd wat doen. Ja. En altijd met iedereen zijn. En jij juist niet. Ja, mensen. Oh, weet je wat ik zo lekker vind? Spaarrood. En dan gemixt met water. Vind ik heerlijk. Wil je ook? Let's try it. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt een receptje. Ja. Ik vind spaarrood wel een beetje bitter. Ik ben ziek. Je hebt toch nou zo'n apparaatje? Oh, zo'n soda steam. Ik wou net zeggen, eigenlijk moet je dat ding hebben. Daarmee kan je toch overal prikken doen? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Hoe kan je overal of altijd spaarrood in huis hebben? Maar die dingen zijn helemaal niet zo extreem duur, toch? Weet ik niet. Je zal het overal wel liggen. Bij de Mediamarkt, daar liggen ze altijd wel. Maar... Ik weet nog vroeger, dus echt vroeger, ik was echt nog heel jong. Misschien was het jaar 2000. Dat je daar nog herinneringen van hebt. Oh, absoluut. Ik heb echt hele vroege herinneringen. We gaan verder. Maar toen woonde mijn moeder en mijn vader nog samen. En we hadden vroeger van die plastic flessen met zo'n dingetje. Oh, ik zou het echt moeten uitbeelden. Dus je had zo'n dekseltje. Ja. Alleen er zat nog zo'n dingetje op waar je zo'n plantenspuit. Ja, zo'n soort plantenspuit. En dan met zo'n klein dingetje. En als je daarop drukte. En dat was dan onze spaarroodfles. En dan kon je dat laten bijvullen. Gewoon met die hele fles. En dan kon je dat ergens zo bijvullen. En dan had je weer een volle fles spaarrood. Daar heb ik zulke actieve herinneringen aan. Aan die dingen. Dat ik dan zo. Maar ik weet niet wat voor communistische praktijken dat waren. Het is wel echt van deze tijd, dat navulbare. Was het dat glas? Nee, het was hele harde plastic. En ik weet het wel, en dat hadden we altijd in huis. Vroeger, dat is echt vroeger. Ik denk dat dat wel jaar 2000 is geweest. Ik heb er ook nooit van gehoord. En toen op een gegeven moment was het dus klaar. Toen hadden we die flessen niet meer. En ik weet nog wel, wij woonden in zo'n flatgebouw. En als je op de begane grond binnenkwam, dan had je daar een soort kantine of zo. In de flat? Ja, in de flat. En kon je ook wat kopen? Ja, daar kon je dus eten kopen. Een soort kantinetje was daar. Oh, maar dat moeten ze weer doen, dat is handig voor mij. Ja, oh. En wat verkochten ze daar? Niet elke dag, maar een paar keer in de week of zo verkochten ze daar dus zeppelinne. En zeppelinne is dus het meest traditionele gerecht van Litouwen. Maar dat is wel echt heel handig hoor. Als je in zo'n appartement komt en denkt, oh, ik heb nog even zin in wat, ik loop even naar beneden. Ja, ik weet ook niet of dat wel normaal is of zo, dat wij dat toen hadden in dat huis, in het flatgebouw. Ik heb er nooit van gehoord, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, echt een aparte tijd was dat. Dat waren de goede oude tijden in 2000. Nou, misschien was het nog wel in de jaren 90, man. Dat jij gewoon herinneringen hebt van toen je nog onder de... Absoluut. Oh, dat heb ik absoluut. Ja? Ik heb zulke vroege herinneringen, maar ze zeggen ook dat dat soort van soms natuurlijk wel fantasieverhaal kan zijn, maar ik heb denk ik mijn eerste herinnering wel van. Die spuitbus heeft ook nooit plaatsgevonden hoor. Nee, dat was gewoon één illusie. I swear. Maar ik denk dat ik mijn eerste herinnering heb dat ik 4 of 5 was of zo. Zie mij struggelen met dit pak. 4 of 5. Wat is jouw eerste herinnering? Ik denk dat ik op vakantie was. In Spanje, met mijn ouders. Mm. Ja, maar ik zou echt niet, god, niet weten hoe oud ik was. Maar dat was wel een van mijn eerste herinneringen die ik echt bijblijf, zeg maar, waar ik nog echt detail van weet, zeg maar. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Op vakantie dus. Hoe oud was je toen? Ja, dat weet ik dus echt niet meer. Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat mijn vader had altijd zo'n videocamera, zo'n hele grote, weet je wel, zo'n enorm ding. Mm-hmm. En daar had je heel veel opnames meegemaakt, dus ook op vakantie. Oh ja. Ik ben wel eens benieuwd om dat terug te kijken, maar dan moet je dat helemaal overzetten, weet je, zeg die oude cassettetjes, zeg maar. Ik zou het wel doen hoor. Het is wel heel leuk inderdaad, maar dan ben ik wel heel benieuwd. Ik moet echt mijn ouders een keer vragen hoe oud ik was. Ik denk onder de 10 wel hoor. Maar ze zeggen, je begint je herinneringen te creëren als je kan praten. Mm-hmm. En je kan meestal praten rond je 4e, 5e. Ja, true. Dus op zich, zo vroeg is dat natuurlijk niet. Ja, maar ik heb wel herinneringen van vroeger, maar ik kan me niet meer herinneren hoe oud ik toen was. Nee, snap je wat ik bedoel? Ja. Ik,
heb nog herinneringen, maar ik kan me niet plaatsen meer op welke leeftijd dat was. Ja. Een beetje, maar niet dat ik denk van, oh ja, dat was echt toen ik 4 of 5 was. Oh ja, ja, ik kan dat dus denk ik wat meer plaatsen, omdat ik ben sowieso heel erg van het verhuizen, zoals we dat hebben gemerkt. Maar ik heb mijn hele leven, heb ik echt super vaak ben ik verhuisd. Dus omdat ik weet waar ik toen woonde, kan ik daar een leeftijd aan koppelen. Oh ja, ik heb me dat, zo dat vaak is wel heel specifiek erbij. Natuurlijk. Klopt, zo vaak verhuisd. Ja, oké, okay, ja, dat snap ik. Maar ik denk dat ik misschien nog wel meer van mijn kindertijd weet dan van mijn tienertijd. Ik weet alleen maar echt de awkward dingen van mijn middelbare school. Maar soms dan lig ik in bed en dan zit ik gewoon heerlijk lekker in bed. En dan in één keer pop zo'n iets doms wat ik heb gezegd of iets doms wat ik heb gedaan op de middelbare school. Pop zo voor me lang. Wow, ze houdt even vast alsof hij met 3000 km per uur fietst. Ze zit daar echt zo. Liefde, dat is nou echt een liefde. Dat is echt de goals die we willen. Ja, 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 ja. Nee, maar dan popt het in één keer zo voor je lang, dat je denkt van, oh ja, dat heb ik, ja. Wat beschamend, wat erg, hoe kon ik zo zijn? Ja. Weet je, dat heb ik heel vaak. Maar echt, ik ben ook van mening dat je de leuke dingen, of leuke dingen, de gewone dingen en de wat leukere dingen, zelf vergeet als de minder leuke en de vervelende dingen. Klopt, dat denk ik ook wel. En die hebben toch een diepere impact op je gehad. Ja. En juist dingen die je wilt vergeten, die blijven echt zo aanwezig. Die vergeet je nooit. Nee, dat inderdaad. Ik denk van, oké, ik wil dit vergeten, dit heeft niet plaatsgevonden. Is echt zo. En dat, maar dan ga je daar op zo'n rare manier over nadenken. Ze zeggen toch ook, als je de deur uitgaat en als je de deur op slot draait, moet je even springen of dit doen of dat, want dan ga je dat onthouden. Ja. En ik denk dus als je zoiets hebt van, oh mijn god, ik wil het zo snel mogelijk vergeten, dan ga je dat juist heel erg onthouden, omdat je gaat onthouden dat je het wil vergeten. True, ja. Maar ik ben ook echt, mijn korte termijn geheugen is ook echt zo slecht. Ja, als jij mij nu zou vragen van, oh, wat heb je vanochtend gedaan? Dan moet ik soms echt even graven. Dan moet je even nadenken, Dan denk ik van, ja, maar wat heb ik eigenlijk vanochtend gedaan? Mm-hmm. Ik zal het wel. Maar dat komt omdat je zo onbewust dingen doet automatisch. Ja, dat is heel raar. Ja. Net als jij kan ook niet herinneren wanneer, of je nou met je, als jij een broek aantrekt, met welke been je er eerst doorheen gaat, je linker of je rechterbeen. Nee. En dan sta je ook niet bij stil. Nee, dat is, nee, klopt. Het zou ook raar zijn om daar zo bij stil te staan, toch? Ja, maar, maar dan merk je wel, dus dat echt dingen waarbij je stilstaat, die blijf je, onthoud je veel beter. Ja, dat wel. En daarom moeten wij meer leven in het nu. Ik vind het echt heel mooi. Heb je nog vragen? Nee. Was dat het? En mensen die hebben echt amper vragen gesteld. Ja, zitten allemaal buiten met het warme weer. Ja, dat snap je ook wel. Ik zit zo vol. Ik ook, ik kan gewoon niet meer. Ik knap uit elkaar. Weet je garnaal niet? Nee, lief, het lust ik ook niet. Oh, echt? Mm-hmm. Ik vind het heerlijk. Oh, als ik al dat staartje zie, dan denk ik, oei. Wil je dat staartje? Nee. Nee. Dan denk ik, oei. Oei. Oei! Oei! Ik dacht dat je het juist lekker vond dan. Ga ervoor. Mm. Wel lekker crunchy. Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Nee, ik zit echt proppie vol. Wat wil jij in 2022 nog doen? Nou, ik zet voor mezelf gewoon geen goals meer, want die haal ik toch allemaal niet. Nee, lieverd! Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb niks op mijn bucketlist of denk van, nou, dat wil ik nog echt dit jaar behalen. Nee. Maar doen. Doen of doen. U ziet het wel. Ik zie het wel. Ja, jij dan. Heb jij nog echt iets waar je denkt van, nou, dat wil ik doen. Dat wil ik nog dit jaar bereiken. Ja, ik wil nog wel naar een warm land. Ja, maar dat ga je ook wel. Want waarschijnlijk ga je toch weer naar Dubai over 2 weken of zo. Nee, dat is niet meer te betalen. Nee? Oh ja, tickets zijn duur, hè? Ja, maar ook... Nou ja, je hoeft ook niet naar een warm land tegenwoordig, want... Het is hier ook 35 miljard climate change is real. Nou ja, ik ga dan binnenkort wel naar Italië, wat ik heel erg leuk vind. Maar ik zou nog een keer... Ik zou in september even naar Italië willen of zo. Dat lijkt me leuk. Snap ik. Ik moet mezelf vol fretten met pizza. Oh, lekker. Ben je nog van plan om te blijven wonen in Groningen? Ja. Wel sowieso dit jaar. Hoe bevalt het hier in Groningen? Ja, heel goed. Ja? Ja. Gelukkig. Ja, want ik woon nu hier alweer 1,5 jaar, hè? Mm. Ja, maar je vond het wel een beetje spannend toch, toen je huisgenootje wegging van, oh, hoe ga ik dit alleen doen? Klopt, is ook zo. Maar nu, ik had zeg maar toen even tijd nodig. Mm-hmm. Maar nu besef ik wel dat gewoon een hele goede keuze is geweest, zoals het nu is. En ik zou ook Groningen nu niet willen verlaten, hoor. Nee, snap ik. Op zich is Groningen wel echt een hele leuke stad, hoor. Ja. Het is altijd wel heel gezellig, er is altijd wel wat te doen.
Maar ja, dat is natuurlijk in Amsterdam ook, alleen... True. Dat is wel zo. Ja, het is echt een studentenstad, Groningen. Ja, en ik vind het ergens wel gewoon... En het is ook een beetje ons kent ons. Je komt altijd wel iemand tegen weer. Klopt. En vroeger vond ik dat dus heel vervelend. Maar nu vind ik het wel leuk. Maar nu vind ik het leuk. Ja. Dus dat is ook wel leuk, ja. We gaan er even een einde aan draaien. Ja, wij knallen bijna uit elkaar. Wow. Nog één boontje en ik knal weg. Dat komt door alle spa rood. Plus, dat mag je niet zeggen, maar jij gaat naar de sportschool. Jij bent op dieet. Jij sport toch ook? Ja, maar ik ben niet op dieet, of wel? Alsof ik op dieet ben. Kijk wat voor me op neus staat. Hij zegt vandaag, het moet niet te vers hoor. Nee, ik bedoel, ik let wel een beetje op. Goed zo. Anyway jongens, heel bedankt voor het kijken van deze video. Het was me een genoegen. Absoluut. En tot de volgende keer. Doei!